De Haagse School, dat is de periode van zeg maar eind 1800. Israëls, de oude Israëls, Jozef Israëls, die was daar ook nog van. Breitner trouwens ook. En de oude Haagse School spreekt mij gewoon ontzettend mooi aan. Of spreekt mij heel erg aan. Vanwege een soort melancholische schoonheid wat erin zit. Toen ik hier in dit tuinhuisje kwam, toen waren deze muren, die waren lichtblauw. En toen dacht ik op een gegeven moment, nou dat vind ik geen gezicht. En toen had ik ze wit geschilderd. Nou, toen leek het net een ziekenhuis, want toen was alles heel erg wit. En toen dacht ik van nou, ik wil wel twee van die oude Haagse schoolschilderijtjes aan de muur hangen. Maar goed, die zijn niet te betalen en die hangen in musea. Dus ik dacht, nou weet je wat, ik ga het gewoon zelf doen. Ik had dan acryl en toen ben ik begonnen met mengen. En toen werd alles heel grijs en modderig. En op een gegeven moment moet je dan zeg maar heel subtiel de kleuren bij elkaar gaan zoeken. De olie en de terpentine. Nou, en op een gegeven moment merkte ik dat er steeds meer mooie kleuren eruit kwamen. In het begin zagen mijn schilderijen natuurlijk vrij vlak en eenvoudig uit. En daarna ben ik me wat meer gaan richten op de finesses van mensen, houdingen en dat soort dingen. En zo heb ik dat zelf me aangeleerd. Maar mijn liefde ligt gewoon bij de natuur, bij de landschappen. Wat ik dus zeg maar mooi vind om op een gegeven moment in mijn werken zeg maar te creëren, dat is de licht en de schaduw. En daar vond ik de oude meesters en de Haagse schoolmeesters ook heel erg mooi in. En dat vind ik ontzettend moeilijk om te creëren. Dat je op een gegeven moment echt dat het licht vanuit het schilderij gaat schijnen. En dat kun je dus zien bijvoorbeeld bij de weerspiegeling. En er hoeft geen zon te schijnen. He, want een vriendin van mij zei op een gegeven moment ook van, je moet dus een zon maken. Maar dat vind ik dus niet mooi, een zon maken om dan licht te creëren. Het moet vanuit het schilderij, wil ik zoveel mogelijk perfectioneren. En daar ben ik nog lang en lang en lang en lang en lang niet. Maar dat vind ik echt heerlijk om te doen, de licht- en de schaduwpartijen. Ik hou van hele mooie dromerige beelden, net als je in de natuur wandelt en bij een boom gaat zitten aan het water stroomt, je voelt je heel harmonieus. Dat wil ik graag op de doek krijgen.